1, 2, 3, 4, 5, 6. Keep. Left. Hey. Vandaag de, ja, voor de Fortuna wandeling georganiseerd. We zijn vlakbij het Fortuna Stadion zijn we vertrokken. Ja, we hebben een rondje gelopen door Sanderbout, want Fortuna is op dit moment in Sanderbout aan het trainen. Dus we hebben een leuke wandelroute uitgezocht die ondanks het weer toch nog goed te doen is. Waarom doe je daar mee? We willen eigenlijk natuurlijk, wij zitten natuurlijk in sport en bewegen. Dus we willen sowieso ieder kind, een beperking of niet, willen we helpen aan de sporten te krijgen. We organiseren elke week zo'n 45 beweegactiviteiten voor mensen met een beperking. Dus we hebben op dit moment zo'n rond de 500 mensen die elke week sporten. Maar ja, er zijn natuurlijk nog veel meer mensen in Limburg met een beperking die nog niks doen aan beweging. En we willen zoveel mogelijk mensen bereiken. En door dit soort activiteiten en ook ja, de aandacht die Fortuna door aan geeft, kunnen we natuurlijk wel meer mensen bereiken en ook enthousiast maken om te gaan sporten. Door Sanderbout en door van alles. En dan hier gekomen. Ik vind ze allemaal heerlijk. Ik ben Ron Willems. Ik woon in Saarkroos en bij Daalzeg. Ik hou van Fortuna Sittard. Ik ga iedere vrijdag daarheen. Ja. Ik ga dadelijk ook met de trainer praten. Ja, goed voetballen en goed winnen. Dat is goed. We moeten zo doen. Oh, we moeten zo doen. Je hebt gelijk. Ja. Ja. Dat was er bijna fout van mij, hè? Ja. Ja, jullie hadden moeten best spelen, hè? We gaan ons best doen, ja. Moet jullie beter, hebben vrijdag, weet je wel, gelijk gespeeld. Ja, tegen PEC Zwolle. Ze winnen, hè? Ja, we moesten winnen. Ja, dat was niet genoeg. Nee, we moesten winnen. Maar vrijdag doen dan. Winnen? Winnen? Ja, zeker. Ik denk dat het ook heel goed is voor het besef van spelers, van ons, om je eigenlijk te laten zien van hoe goed je het hebt. Maar ook hoeveel mensen eigenlijk naar die spelers kijken. En dat is gewoon heel belangrijk. Soms is dat moeilijk, omdat het niet alleen de deelnemer is waar ze mee te maken hebben. Maar dat heeft natuurlijk ook met allerlei mensen eromheen te maken. Dus met familieleden, met zorginstellingen, met bewindvoerders. Dus er zit een hele kring om de deelnemer heen. Soms is het ook wel een uitdaging om mensen te laten zien dat er ook nog heel veel dingen zijn die ze wel kennen. Mensen zijn vaak meer gericht op de beperking van dat ken ik niet. Maar er zijn natuurlijk altijd nog heel veel dingen die ze wel kennen. En daar proberen Vero's ook echt op te richten. En ja, sommige mensen zijn er vanzelf enthousiast over en andere mensen moeten het eerst een keer ervaren om te weten dat ze ook nog heel veel dingen wel kennen. Arbeidscheisse! Daarom doe je ook de maatschappelijk project, behalve dat je jezelf wil laten zien, maar vooral ook ja, het besef van die jongens waar wij vandaan komen, hoe goed we het hebben. En dat doen we ook met mensen die het zeg maar, minder bedeeld hebben dan onze jongens, die gewoon een leuk goed salaris hebben. Ja, zo heb je eigenlijk in ja, elk gebied, elke sector heb je wel iets wat je, ja, waar je heel veel van kan opsteken. Ja, scoren!